zijn toch echt gekke moves hoor hier. I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisje en het is maandag. En dan niet maandag als in... Yay, maandag, eerste dag van de vakantie. Nee, maandag als in... Yay, eerste dag van de school. Van school. Na de vakantie. Maar het is weer vroeg. Maar doordat de klok nu verzet is, is het licht buiten. Waardoor ik trouwens ook wel een beetje zo'n soort van gevoel heb van... Oh, ik ben te laat. Maar nee, ik ben niet te laat. Ik heb gewoon lessen. Zoals altijd. En de klok is verzet. Dus vandaar is het weer licht. Ik ben al meer dan 2 uur op school. Hallo guys. Oh, dat was echt niet mijn beste enkel. Ja, en Alissa zegt ook. We hebben zo'n fotografie. En Robert zegt dus al een paar uur dat hij heel moe is. Maar heeft meer energie dan dat wij hebben. Dat is heel knap. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat is niet waar. Nou, ik heb nog niet geslapen. Dus. Ja, ik sliep wel. Maar ik werd een uur eerder wakker doordat de klok verzet is. Dus toen werd ik wakker. Ja. En toen had ik echt zoiets van, nee, nu moet nog een uur. Dus dat is er gebeurd. En we hebben dus straks fotografieles. Maar we gaan niet. Oké. Sorry, moet ik even. Oké, even een update. We maken er een weekvlog van, want ik heb gisteren niet gefilmd. Dus het is nu dinsdag en geen maandag meer. En er is een brandoefening op school. Dus wij hadden 4 uur uitval en we zijn dus hier bij school. Maar aan de overkant is dus ongeveer het hele gebouw leeggelopen. En nu staan er rennen mensen op. Ik weet niet of het te zien is, want ik heb echt heel veel tegenlicht. Maar dat is dus ons leven. Als we er niet zijn, hebben we gewoon ineens een brandoefening. Oh, en Alissa zit trouwens ook bij. Ze staat er helemaal niet op. Dus zijn we lekker met z'n drieën. Hey jongens, het is echt heel erg. Maar ik heb gisteren was woensdag helemaal niet gefilmd. En vandaag op school eigenlijk ook niet. Het enige wat ik wel kan vertellen, vandaag was echt chill. Want we vielen 2 uur uit. Maar gisteren hadden we trouwens ook gewoon 2 uur tussenuren. Dus we hebben op dit moment, deze week hebben we echt veel vrij gehad. Het is nu dus donderdag en ik ben huiswerk aan het maken. Engels huiswerk. En ik heb echt heel erg op mijn lip gebeten. Dus dat is voor jullie niet te zien, maar het doet wel echt heel erg pijn. Dus dat is niet zo slim. En nu heb ik niet te vertellen eigenlijk. Dus ja, dit wordt echt zo'n interessante vlog. Maar morgen ga ik nog iets leuks doen. Dus dan neem ik jullie wel mee. Maar dat is een deel. Of dat is even op school. Want ik ga naar Robert. Of ik ga eerst naar school omdat Robert op school is. En dan ga ik daarna naar Alissa. En dan gaan we daar iets leuks doen. Dus dat is positief. Nog wel even iets in de vlog. Oké. Hallo guys. Hey. Ja, zoals ik al had gezegd, ik film de hele week, behalve woensdag, houtje. En we gaan dus naar Alissa toe. En ik stond net tegen hem te schreeuwen, omdat ik dacht dat hij het goed deed. Maar dit wel. Maar natuurlijk deed ik het weer goed. Dus we zijn er bijna, gelukkig. Het is geen arrogantie, ik weet dat je dat altijd goed doet. Nee, hij is niet arroganter. Alles behalve. Zo dan, eet het moeilijk! Alleen heel af en toe. Rennen. Heel af en toe. Er is Mark, guys, we're going to the Mark. Heel af en toe is hij wel een beetje arrogant. Oké, okay. We zijn buiten en Alissa zit dus. Holy Alissa, shit! Ik wil heel graag een boxen. Dus ik vind het pak zo geweldig. Echt waar. Alleen net waren er bijna kinderen dood omdat ze ineens overstaken omdat ze er zagen staan. Dat is echt heel eng. Ja, en Robert is trouwens ook nog steeds. We hebben hem niet achtergelaten. Nope, gelukkig niet. Dit keer. Dit keer. Hey! Zijn toch echt gekke moves hoor hier. Hij heeft nog meer fans dan dat ik heb. Oké, nou is het echt genoeg.
Ik ben echt een paasei. Ik ben helemaal vergeten om mijn outro op te nemen van deze vlog. Dus ik ben echt al een hele week verder. Dat is echt heel erg. Maar ja, jullie horen aan mijn stem vast wel dat ik dus weer eens lekker ziek begin te worden. Maar hey, het is zondag, dus ik heb nog een hele dag om beter te worden. Maar ik ging dus de vlog afsluiten. Dus hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hopelijk tot volgende week bij een nieuwe vlog.